uitslaapmutske heeft in Denemarken een belangrijke prijs gekregen. Het werd er verkozen tot beste buitenlandse kerstmisbier. Een mooie titel voor een ambachtelijk biertje gebrouwen in de proefbrouwerij van Locristi. Ik ben daar zeker en vast fier op, omdat je toch ziet dat je eigenlijk daar in competitie staat met bieren van overal de wereld. We zijn een heel klein landje, België. We hebben al zo weinig zaken waar we fier mogen op zijn. Maar op dat stukje gastronomie, eigenlijk op dat specifieke streekproduct, daar zijn we nog altijd wereldtop. Als je kijkt naar de top 3 die gewonnen heeft, dan zie je nog maar eens dat België echt het bierland is. Het is de Doublangin op 3, Gouden Carolus is op 2, Slaapmutske kerstbier op 1. België heeft een traditie wat kerstbieren betreft. Maar wat is dat nu, een kerstmisbier? Vroeger was dat een speciaal biertje dat brouwers jaarlijks maakten met de overschotten van de hopvoorraad. Uiteindelijk is het nu een bier dat speciaal voor de feestperiode gebrouwen wordt, eenmalig. En dat dan ook beperkt verkrijgbaar is, meestal van ongeveer half november tot eind januari of tot zolang de voorraad strekt. Een jaar geleden brouwde Danny de Smet uit Melle zijn eerste slaapmutske. En niet toevallig is het ook 10 jaar geleden dat de Smets zoontje geboren werd. De naam slaapmutske heeft dan ook alles te maken met de pasgeboren en vaak wenende baby van toen. Naar een goede traditie nemen dan de fopspeen, zal ik maar zeggen. Steek dat in een beetje bier, kleintje zuigt erop en die valt in slaap. En plots zegt er iemand, je hebt waarschijnlijk slaappillen in je bier gedaan. Ik zeg nee, geen slaappillen, maar ik heb wel een goede naam. We gaan het slaapmutske bier noemen en zo is het slaapmutske geworden. Zo. En nu gaan we eens proeven of het resultaat wel is wat we ervan verwacht hadden. Onze Slaapmutske Christmas is een heel volmondig warm bier eigenlijk. Het is een rood-bruin biertje gemaakt met verschillende soorten kleurmouten, karamelmouten ook, die een hele volle smaak geven aan het bier.